De acties bij het Psychiatrisch Centrum Suriname, PCS, zijn na overleg opgeschort. Vandaag is het personeel van de organisatie naar het regeringsgebouw getogen om waarnemend president Ronnie Brunswijk te vragen om te bemiddelen. Het personeel is ontevreden over de werkomstandigheden, kledingtoelagen en het wensenpakket dat uitblijft. PCS-directeur Jitendra Jitan gaf aan tevreden te zijn met de gemaakte afspraken met de waarnemend president. Ik moet zeggen dat ik blij ben. Ik ben blij dat ik hier moest komen. Want dat proberen we op hoogste niveau zaken te bespreken en tot een oplossing te komen. Anders lijkt het alsof ik maar uit de lucht zaken haak en zeg. Maar dus dit is wel belangrijk. Waarnemend president heeft mij ook gehoord. Ik heb begrepen dat er eerder een interview is geweest. Of dat de bond met hem gesproken heeft, dat wist ik niet. Maar goed, hij heeft mij gevraagd, ik heb hem uitgelegd waar het eigenlijk de bottlenecks zijn. En waarom het leek alsof ik niet wil meewerken. Dus hij heeft geluisterd en daarna heeft hij iedereen bij elkaar geroepen. Het bestuur van de bond. En de minister was er, THO-voorzitter was er, ik was er. En we hebben toen erover gesproken. Ik mag zeggen dat het een goed gesprek is geweest. Ondervoorzitter van de bond personeel bij het Psychiatrisch Centrum Suriname, Cheryl Piquet, geeft aan dat de besprekingen van vandaag een stap in de goede richting zijn. De situatie bij de organisatie is niet wat het wezen moet. En er is een goed wil om deze zaken aan te pakken, dus ook wij kijken uit. Kijk, je hoeft niet met je vuile was naar buiten te komen, je probeert eerst binnenshuis. Maar na zo lang geklaagd, steeds er is geen geld, er is geen geld. Dan denk ik dat de stap naar donaties zoeken, in deze is het de overheidsinstelling. Dus we zijn geweest bij de waarnemend president. En we kijken uit naar die oplossing, omdat ook wij gevaar lopen. U kent onze doelgroep waarmee we werken. En laat me zeggen, die verantwoordelijkheid is dubbel zo zwaar dan werken in een somatisch ziekenhuis. Piquet geeft verder aan dat het personeel ook uitkijkt naar meer zichtbaarheid van de directeur op de werkvloer.